Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. En ik wil het met jullie eens hebben over een thema waar ik eigenlijk zelf nog niet zoveel over heb teruggevonden. En dat gaat eigenlijk over het healen van de vrouwelijke energie uit voorouderlijke lijnen. Ik ga stap voor stap uitleggen wat ik hiermee bedoel, maar eigenlijk komt het dus op neer dat er een blokkade, een schaduw zit in de vrouwelijke energie. Dus dat je dat ervaart in je eigen energie, in je eigen vrouwelijke energie. Dat dat zich uit in een stagnatie, in een probleem, in een obstakel. Maar dat de oorzaak daarvan eigenlijk niet terug te vinden is in je eigen leven, maar eerder uit je voorouderlijke lijn. Dat kan zijn vanuit je moeder, vanuit je vader, maar ook verder, vanuit je grootouders, overgrootouders en verder. Nu, de afgelopen weken, bijna maanden, zou ik eigenlijk zelf moeten zeggen, want we zijn half augustus, voelde ik een soort van stagnatie. En wat ik al geleerd heb ondertussen, is wanneer dat ik tegen een energetische blokkade aanloop, dat dit zich dan uit in mijn financiële situatie. Dus daar merkte ik een verandering. Waarin dat die flow weg was. Waarin dat eigenlijk het leek alsof dat ik het niet meer toeliet om te gaan ontvangen. En welke angsten of welke gedachten daar ik ook mee aan de slag ging, geen leek echt diegene te zijn die oorzaak ervan was. Omdat die ook niet echt volledig of eigenlijk gegrond of als waarheid in mijn energie aanwezig was. Dus ik ben eigenlijk gaan kijken dan de laatste weken en voornamelijk de laatste dagen om eigenlijk te gaan voelen, te gaan uitzoeken van wat dat er dan eigenlijk echt aan de hand is. Wat dat er mij getoond wordt en waar dat ik het nodige transformatiewerk, de nodige healing eigenlijk mocht gaan doen. Maar ik voelde ook heel sterk dat ook al had ik bepaalde gedachten, bepaalde overtuigingen, bepaalde angsten, dat die eigenlijk niet zozeer ontstaan waren uit uit dit leven nu, ook niet uit vorige levens, maar dat die eigenlijk te maken had met voorouderlijke lijnen. Enkele dagen terug kreeg ik eigenlijk van mijn gidsen te horen van vraag eens aan jouw ouders hoe dat hun ouders, dus mijn grootouders, omgegaan zijn met geld. Hoe was hun geldmindset? Hoe stonden ze in het leven? Hoe gingen ze om met geld? Hadden zij angsten met betrekking tot geld? Hoe dachten ze over geld? En ik ben dan eigenlijk in gesprek gegaan met mijn moeder. En naarmate dat het gesprek vorderde, werd er mij een aantal zaken duidelijk. Ik wist al dat het feit dat ik als een van eigenlijk de enige, of eigenlijk de enige uit mijn gezin van oorsprong nu als zelfstandige werk, dat dat verbonden was met mijn overgrootmoeder langs mijn vaders kant, die ook het zelfstandige geweest is. Zij is ondertussen al overleden, dus ik kon haar niet aanspreken rond wat het allemaal, allemaal haar ervaringen en zo zijn. Toch niet op een fysieke manier. Maar dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En hoe meer dat ik eigenlijk in die informatie me verdiepte en mij openstelde om nieuwe inzichten te ontvangen, werd me eigenlijk duidelijk wat er aan de hand was. Dus wat is er gebeurd? Wat voelde ik eigenlijk heel sterk op dat moment? Dat wat wij gelijk hadden, of wat ik op dit moment nu voelde, vanuit mijn vrouwelijke energie en dat ik onmiddellijk kon relateren en verbinden met haar leven, met de ervaring wat zij doorgemaakt heeft, was eigenlijk het stuk rond falen. En dan falen in die zin om niet in staat te zijn om als vrouw in deze maatschappij, en dan heb ik het echt als vrouw, dus niet zozeer de vrouwelijke energie, maar echt als vrouw, maar ook eigenlijk de vrouwelijke energie, dat leg ik straks uit. Maar eigenlijk om als vrouw alleen voor jezelf te zorgen. Dus dat er geen man is, geen fysieke man is, die financieel, emotioneel, mentaal, fysiek voor jou zorgt. Nu,
Waar ik eerst de aandacht wil op vestigen, is dus wanneer dat je zaken hield, of dat je merkt dat je tegen zaken aanloopt, problemen op zaken aanloopt, in je vrouwelijke energie. Zorg er dan voor dat je zowel gaat gaan kijken in de lijn van je moeder als van je vader. Want zoals nu in mijn geval, ging het over een wonde in de vrouwelijke energie, maar dat had totaal niets te maken met mijn moeder en haar familie. Het kwam dus voort via mijn vader, maar omdat mijn vader een man is, dan uitte zich dat wel op een bepaalde manier in zijn leven, en mijn grootvader eigenlijk op dezelfde manier, maar als vrouwen werd dat op een heel andere manier getoond. En wat ik merkte dat bij mij in mijn leven toen, dus zeker als zelfstandig wordt nog duidelijker, maar ik zag het bijvoorbeeld ook gebeuren bij mijn zussen. Dus dat maakte dat eigenlijk ook weer een nieuw inzicht was, want het is niet omdat vrouwelijke energie dat per se verbonden is met jouw moeder, maar eigenlijk met al jouw moeders. Dus je moeder, al je grootmoeders, al je overgrootmoeders en zo maar verder. En dus mijn overgrootmoeder, waar ik nu over spreek en waarmee dat, die stagnatie en die blokkade waar ik voel eigenlijk mee verbonden was, die is geboren in het begin van het jaar 1900. Een gezin van 5 kinderen. En dus als je goed kan rekenen, dan heeft hij ook geleefd doorheen de verschillende oorlogen. Nu, wat heeft zij ook meegemaakt door het feit dat haar man niet alleen voor het geld eigenlijk ook in het buitenland gaan werken is, stond ze er alleen voor. Maar meer nog, op een bepaald moment is mijn overgrootvader overleden, waardoor dat ze echt helemaal op fysiek alleen stond. En dan zijn eigenlijk al de zaken waar ik nu tegen aanloop, waar ik eigenlijk mocht gaan aankijken en gaan transformeren, zijn eigenlijk al die zaken ontstaan. Waaronder, een van de belangrijkste zaken was het stuk dat ik me net vertelde, dat het not done was om als vrouw alleen voor jezelf te zorgen. Dat het eigenlijk werd er toen in die tijd gezegd van dat is onmogelijk, vrouwen kunnen dat niet. Zeker niet als ze nog kinderen hebben, laat staan dat ze het allemaal alleen kunnen doen zonder de hulp van een fysieke man. Dus als vrouw in die tijd was not done om als vrouw voor jezelf te zorgen. Hè. Je werd als het ware een afhankelijkheid opgekleefd vanuit de maatschappij, zodanig dat je afhankelijk werd van de mannen. En dat is hetgeen wat we nu ook collectief aan het healen zijn. Dat we eigenlijk loskomen, dat we die afhankelijkheid gaan healen en dat we niet meer afhankelijk zijn van een fysieke man of van een fysieke partner. En dat hoeft dan zelfs niet een liefdespartner te zijn. Het kan ook gewoon fysiek afhankelijk zijn van je vader, fysiek afhankelijk zijn van je moeder, fysiek afhankelijk zijn of emotioneel of wat dan ook. Maar dat je eigenlijk niemand extern nodig hebt om de behoeften die je hebt te gaan vervullen. Dat je weet en leert dat je eigenlijk alles in je hebt om voor jezelf te zorgen. Op welk gebied dat het dan ook is. Dus dat was één stukje die mij heel duidelijk getoond werd dat ik mocht gaan transformeren en gewoon gaan veranderen. Nu, een ander stukje was eigenlijk dat ze gedwongen werd door de uiterlijke maatschappij, de uiterlijke omstandigheden en ook de maatschappij, hoe dat de maatschappij dacht van hoe dat dingen mochten en konden, werd ze eigenlijk gedwongen om niet langer voor haar passie en haar talent te kiezen, maar om te gaan werken buiten huis voor een inkomen, om te kunnen gaan zorgen voor haar gezin en haar familie. Waardoor dat ze eigenlijk haar eigen vlam, haar eigen ziel, aan de kant geschoven heeft. En zoals dat nog veel mensen doen, gaan werken voor geld en materie. En eigenlijk een stukje van hun ziel verkopen. In ruil voor geld. Terwijl dat we eigenlijk meer en meer aan het groeien zijn. Dat je eigenlijk vanuit je missie, vanuit je ziel, vanuit je eigen energie, overvloed en geld en welke wens dan ook kan aantrekken in jouw leven. En dat is hetgeen dat ik ook leer en onderwijs en overspreek en zoveel mogelijk probeer mensen bewust van te maken. Dus aan daarmee gepaard gaande was er ook het stuk rond het niet gezien worden en niet erkend worden van die diepste emoties waar dat zij doorheen gegaan is. En dat is eigenlijk ook iets wat ik zelf ook ervaren heb. Heel veel mensen, zeker de mensen die met mij werken, die leren mij ook beter kennen en dan deel ik ook veel meer over mijn eigen stukken, over mijn eigen verhaal. Over eigen onzekerheden, over de eigen obstakels, wat ik nu bijvoorbeeld ook zelf weer tegenaan gelopen ben. Maar waarom? Omdat dat dan ook toont dat ik weet waar ik over spreek. Als ik spreek over zaken met mijn tweelingvlam, of als ik spreek van
of advies geef, dan weet ik dat dat hetgeen is dat helpt, omdat dit de weg is dat ik gewandeld heb. Daarom hoeft het jou niet weg te zijn, maar ik deel het omdat het misschien voor jou wel weer een sleutel is of een puzzelstuk in het grotere geheel, zodat je weer verder kan. En een laatste stukje waar ik bewust werd over gemaakt, was eigenlijk het gevoel van alles alleen te moeten doen. En ik weet dat ik zeker niet alleen ben in dat gevoel te hebben. En dat heeft ook te maken met het idee van dat we afhankelijk zijn van anderen. En als je alleen bent en in geen relatie bent, dat je alles alleen hoeft te doen. Nu op zich zijn we allemaal net dezelfde. Of dat je nu een man of een vrouw bent, we zijn allemaal dezelfde. En het enige verschil tussen mannen en vrouwen, en de enige beperking die ik zelf ervaar, is het wanneer je echt fysieke kracht nodig hebt om bijvoorbeeld een gat te boren in de muren bijvoorbeeld. Maar ook dan, op dat moment, heb je de vrijheid om hulp te vragen van een buur, of van een broer, of van een vriend, of van wat dan ook. Of van zelfs een professioneel iemand die dat voor jou komt doen. Dus mogelijkheden genoeg. En dus het gevoel om alles alleen te moeten doen, geeft niet zozeer te maken met het feit dat je fysiek eenzaam of alleen bent, maar wel eerder te maken met het feit dat je geen verbinding hebt met je eigen bron. En dat je niet meer die verbinding voelt met de bron. En dat maakt dat je in de illusie van afgescheiden zijn gaat gaan geloven. En dus dat je niet meer in die eenheidsenergie zit. Dus ook daar is het belangrijk om ook dat stuk dan weer te healen. Nu, het leuke en het mooie eraan is dat ik gisteren dus mijn eigen transformatiekracht gebruikt heb om niet alleen dat stuk voor haar te gaan healen en te gaan transformeren, ook voor mezelf, maar ruimer nog voor iedereen die daarin betrokken was. Voor iedereen die daar op een negatieve manier eigenlijk een nadeel van ondervindt in zijn leven en met onmiddellijke ingang van die transformatie. Dus zodanig dat het voor niemand meer met invang gisteren in alle tijd en alle ruimte voor iedereen werd getransformeerd. En deze morgen kreeg ik een berichtje van mijn moeder, dat eigenlijk een neef van mijn vader. En hij heeft net dezelfde grootmoeder, ja, okay. Nee, overgrootmoeder, als ik het zo moet. Nu, maakt niet uit. Dus ze komen samen bij diezelfde persoon. En hij had een vraag gesteld aan mijn vader over die man die dus overleden was. En zo zie je maar hoe dat universum dan toont, op welke manier en welke zaken dat je ook betekend hebt, niet alleen voor jezelf. Dus dat je niet alleen die blokkade voor jezelf geheeld hebt om weer verder te kunnen en om weer overvloed en liefde en alles wat je wilt toe te laten, maar dat je ook een invloed gaat, energetisch gezien dan, op iedereen die ermee betrokken is. Want als je gewoon terugkeert in jouw stamboom, en je begint na te denken, als je dus, in mijn geval worden dat 3 generaties terug, als je kijkt wie dat er daar van dan eigenlijk allemaal onder valt, dan zal je schrikken op hoeveel mensen en energieën en ziel dat je een positieve invloed kan gaan uitoefenen. Dus dat was voor nu. Ik hoop dat je er een aantal inzichten uit gehaald hebt. Ik weet niet waarom dat de reden is dat ik het moest delen. Maar zoals altijd volg ik mijn leiding, volg ik de signalen en de boodschappen dat ik doorkreeg, dat het gevoel dat ik kreeg. Anders was ik ook nooit tot deze informatie en tot deze inzichten gekomen als ik het niet gevolgd had. Dus als er maar één ding is dat je haalt uit deze video, dan is het van volg altijd jouw leiding. Want dat is de manier waarop het universum werkt. Je krijgt een idee. En niet met het idee om dan onmiddellijk heel hard te gaan werken. Nee, je krijgt een idee en dan krijg je een actiestap die daarmee verbonden is. En dan krijg je een volgende idee om dat verder te ontwikkelen. En dan krijg je nog een idee om dat verder nog te laten ontvouwen. En zo werkt het universum. En hoe meer je vertrouwt op die flow en dat je altijd de eerstvolgende stap ontvangt, dan ga je merken dat net dat één ervoor zorgt dat je altijd heel makkelijk in het nu kan blijven. Dat je geen zorgen en angsten gaat gaan hebben over het verleden, de toekomst of hoe en wat moet ik het hier gaan doen. Want het hoe is altijd aan het universum. Het is aan jou om jouw intentie neer te zetten en om dan het nodig te doen om je uit te lenen. Zodanig dat je dezelfde energie zet van je wens en zodanig dat je klaar bent om te ontvangen. Zo eenvoudig is het. Zo, ik ga verder schrijven aan de online cursus manifesteren met de elementen die in september online komt.
En dan wens ik je nog een fantastische dag. Tot in de volgende video. Daag!